Welkom beste van YouTubers en welkom weer bij een nieuwe video in de wonderlijke wereld van Subnautica. Inderdaad mensen. We vinden ons zoals gewoonlijk weer in de basis onder water. En vandaag gaan we... Ik ga even zien of er een verbanddoos in zit, jawel. Correct. Oké, we gaan even naar boven, want we zullen even mededelen wat... Ja mensen, het is warm buiten, dus ik heb mijn ruit openstaan, dus als je een auto hoort passeren. Of een brommer. Kijk, mensen, dit is dus deel 2 van de raket. Kyaniet, dat is dus wat we subiet gaan halen in het lava gedeelte. Kristallijne zwavel heb ik al gefixt. Die staaf, die is niet moeilijk te maken. En die energiecel, ja, dat is ook iets voor vandaag. En hier hebben we dan het eerste deel van de raket, zoals je al gezien hebt, verleden video misschien. Het wordt wel een gênante video om naar de lavagebied te gaan, want ik moet dat kyaniet dus met mijn exopak gaan boren. Dus ik ga helemaal tot aan het lavagebied moeten met mijn Cyclops. Komt goed. Oké, we gaan direct vertrekken. Oké, we gaan het exopak even parkeren. Zo. Oké, hopelijk zijn de energiebatterijen nog goed vol. Ja, daar zullen we de dag mee weer doorkomen. Wat? Oké, we zijn aangekomen. Oké, we zullen die sonar maar uitzetten. Oké, aangekomen. Hier is de diepe put. En... Ik dacht eerst misschien om hier in te gaan met mijn Cyclops, met Tarara, dat ga ik niet doen. Oké, motoren uit. Lichten uit. En dan pakken we het exopak en dan zeg ik vaarwel. Ik even landen. Ik voel me niet op mijn gemak. Dit gaat echt. Dus alles komt goed. Dit gaat echt traag, jongen. Oké, nu moet ik. Waar is die andere baken? Oh, wat krijgen we nu? Dieper, man. Dieper. Geen idee wat was, maar ik hoop niet dat het een crab squid was. Daar, ja. Ik zie, dat is een crab squid. Oh ja. Oh, dat is dat ding dat op mijn kap zat toen ik dat oranje tablet wou vinden. En toen mijn C-mod kapot ging. Die klootzakken hebben daarvoor gezorgd. Oké, we zijn aangekomen. Hier is de ingang naar het lavagebied. Maar ik wou wel eens op verkenning gaan met mijn C-mod. Maar ik ben niet ver gekomen, mijn C-mod die kan niet dieper dan 900. Maar wat ik wel heb kunnen opmerken is dat hier warpers van die teleporterende inktvissen leven. Ja, lava inzicht. Oei, kunt je wel diep genoeg? Ja. Ja. Dat moet wel kunnen, want om een exopak nog dieper te kunnen laten gaan, moet ik eerst hier geweest zijn. Oké, hopelijk krijg ik geen damage, want het is hier wel enorm heet. Dat was in mijn broek. Een soort heet. En nu wil ik Kyaniet vinden. Oh, daar zijn weer die warpers. Wat doen die hier, jong? Wat doen die in het lavagebied? Wat ben je niet meer aan het opnemen, of wat? Ja, ik had het afgesloten, ja. Hoe lang al? U weet dat ik niet in beeld de Kyaniet ging vinden, maar dat boeit niet. Oh, mensen. Dat gedrag van Jens. Ja, jongen, misschien was ik niet aan het filmen als ik Kyaniet aan het boren was, maar zeg. Ik ben blij dat je ze goed gehaald hebt door mij. Jij hebt niks gedaan, hè. Tips zijn onbetaalbaar. Waar heb jij van tips gegeven? Je moet Kyaniet vinden, dat wist met een kleine tijn op ze nu. Ik heb het opgezocht, Reuzel.
Ja. Waar gaat het eigenlijk? Ja, shit. Vuur. Waarom mongel, jongen? Blussen! Mayday! Blussen! Waarom een kutkind, jongen? Ah, oké, okay, het blussysteem is geactiveerd. Ik weet niet eens waarom ik blussen. Nee, dat is de Cyclops die aan het doen is. Ik heb dat spel geactiveerd, nu is even alles dicht. Oh jongens, dat is wel een kut jong. Wat is je probleem, jong? Hij loopt alles weer af, die mensen. Ah, het is geblust. Dankzij maar. Het is dus duidelijk dat ik in twijfelstelling ga varen. Oké, mensen, we gaan even het exopak upgraden. Ion Powercell, man. Ja, Ion Powercell. Oké, even kijken. Ah. Ik zal jullie wat informatie geven. Wacht, ik moest even terug naar de Cyclops, want daar moet ik die upgrade maken. Alien Terminal Plant. Ja, zie, Alien, dat is zo op dat eiland daar. Daar hebben ze dat, maar. Of ik daar moet zijn. Orange, dat terminal inside the alien is dat daar, is dat dan met die poort zo? Die gaat overgemaakt met die. Nee, dat is dat niet. Ik denk dat het op dat eiland is daar in het noorden. Ja, let's go dan. Oké, we gaan. Oké, let's mate. Oké, Kianiet. Thank you. Oh, ja. Yes, we kunnen een kilometer 700 diep. Dus mensen, we gaan wel nog eens een keer terug moeten naar het lavagebied met mijn Cyclops en al. Kianiet, check. Kristalline zwavel, check. Die staaf, ja, dat is niet moeilijk te maken, dus ook check. Maar nu nog, energiecel maal 2. Dus ik moet eigenlijk, om te beginnen, de energiecel unlocken, dus dat ik hem kan maken. Dan zal dat hier zo als optie moeten bijstaan dat ik dat kan maken. Doen we zo even opslagen. En dan gaan we eens uitvissen. Hoe dat we moeten te werk gaan. Beste mensen, welkom terug. Johannes Maas hier. Ja, voor die energiecel moeten we dus terug het lavagebied in. Dus hier zijn we weer. Zoeken. Klik hieronder op de knop zoeken. Zing een liedje, ja, hopelijk dan mij. Ik ken helaas nog geen liedje. Zing een liedje, ja. Oké. Okay. Amai. Jongen, doe die dat ook echt? Ja, mensen is weer met Siri aan het kloten. Maar wij zijn ondertussen weer bij die baken aangekomen. We gaan terug naar het lavagebied. Nu. Oké, ik ga voor de moment al opslagen hier. Help. Ik boor. Ace. Ja, ga er maar van deur. Ja, kijk, nu zijn we hier op die plots waar ik Kian iets zijn gaan halen, maar nu is de vraag waar ik nu naartoe moet. Ah, nee! Laat mij gerust! Hij gaat dood. Ja. Is hij nu nog niet? Doe maar, hou die aan, man. Is hij nu nog niet dood? Wanneer is dat spel dood? Oh! Ik hoor erin. Nee, daar is hem. Ah! Daar is die zeedraak. Ah! Yes! Dit is bang wel een meet. Hou, laat me gerust, alsjeblieft. Nee! Oh nee. Dit is een meet. Dat ding spuugt. Ah! Ah, nee! Oh, jongen, dat is creepy!
Oh jongen. Ivan. Ah, oh nee, daar is hem weer. Oh nee. Ik moet daar juist naartoe, dat is typisch. Kut! Kut, nee. Doe me die ook nog. Yes, welke ride is een bekomen SLC? Oeh. Vampire. Correct! Oeh. Ja, daarom vuur ik. Ah, help. Ah, oh, daar is het. Godverdomme. Zeg, hij gaat vuur op mijn spuwen. Ja, kom op. Doe maar dan niet heel laat. Hij gaat mij aanvallen. Hij gaat me pakken. Bent, naar beneden. Oh, where we are. Ah, nu! Oh, fuck die. Oh nee, hij gaat me pakken. Maar je rent in één keer, man. Hij gaat me pakken. Jongen. Shit. Hij gaat me vastpakken. Och jongen, hij zat achter me. Oh jong. Zie een keer hier, mensen. Ja, dat waren ze ook in België, hè? Dat wist ik niet eens. Zie een keer, hè? Dat is een Reaper. Oh, jongen! Een skelet van een Reaper. Oh, man. Ik ga gewoon voort, joh. Allee. Laat mij nu gerust. Ik zal... Ik zal die Reaper moeten scannen. Wacht even. Maar afscannen, man. Hopla. Ja, zie een keer. Inheem ze. Een Reaper skelet. Waarom? Ah, daar. Ja, we hebben het gevonden. We hebben het. Come on. Het is... Dat spel geeft me geen coördinaten of niks, hè. Dus... Oh, rap naar binnen. Jongens, oh nee, dat gaan ploffen. Ik ben een vissenkiller, joh. Maar hij killt mij. Jens is een vissenkillertje, jammer. Ja, ik haat vissen. Ja. Wat? Gebeurde daar? Wat gebeurde hier, mensen? Was... Jens, ga gewoon naar de alienplatform. Ah, gevonden. Ik moet wel aan mijn exopak denken. Dat hem niet kapot gaat. Ah, ik heb een ingang gevonden, denk ik. Dat wordt tijd. Ja, dit is het. Ja, dankzij jullie. Ja. Dat wordt tijd, dankzij Johan heeft het gevonden, mensen. Jawel. Waarom hoopt hij zoveel? Oké. Oh joh, hier zijn allemaal van die kubussen op één, jongen. Is dat wat je nodig hebt, ja? Ik ga dat wel eens nodig hebben. Oké, voor het moment stop ik er wel mee. Kijk, hier moet ik zo'n tablet insteken. Al mag ik wel hopen dat ik die niet van thuis moest meenemen, hè, want dan ben ik serieus. Want dan ben ik niet goed gezind, hè, mensen. Ik heb thuis wat, ik heb in mijn basis wat tabletten liggen in de Cyclops. Als ik die nodig heb hier, hè, jongen, dan ben ik serieus gezost. Ja, dan krijg je een pak slaag. Dan kan ik weer teruggaan. Echt. Moet je eens een beacon uit te laten? Ah, hier is ze. Buitenaards robot. Heeft die gesloopt, jong? Die vallen mij aan als ik uitstap. Dat zien we graag. Allee, man. Voilà. Oh. Nee, werkt niet. Waar is dat, joh? Een nether portal? Ja,
Oh. Werkt niet. Jawel man, ik zit hier op een andere plots. Mensen, dankzij Jonas Maas. Ja, ik ben het wel zeker. Dit is op het eiland, dit heb ik ook al gezien. Ah. Oh man, moet dat serieus hier rondlopen? Dat is bang. Jammer mensen, dat jij zo bang is. Zeg alsjeblieft dat dit... fossielgegevens. Wow! Ik heb het gevonden. Dat is het nog niet. Maar hier heb ik dus ook een tablet voor nodig. Ja, dat er weer niet bij. Slim, zeg. Ja, mensen, het is dus duidelijk. We moeten terug. Ik zei nog geen tablet mee. Ik heb niks gezegd. Dus dan zien we jullie dan. Oké, mensen, het spel... is echt misère, hè, jongen. Als je je niet voorbereidt, dan... Ja, allee, daar hebben we dat weer. Ik heb me gemist, hè. Oké, mensen, welkom op het eiland. Allee, we zijn terug hier. En het is gemakkelijker om ja... Allee, als ik nou weer klim... Allee, ga er maar uit, jongen. Ga er maar uit. Hopla! Oké, we zijn terug. Thanks, man. Oké, ik heb mijn tabletten mee. We gaan nu terug door de portal. En dan maar hopen dat het marcheert, want anders verwijder ik het spel. Yes. Ah, daar gaan we weer. Lekker hè, lekker. Ja, ga niet hoor. Oké. Is die kel? Oké, hier. Oké. Gun me alsjeblieft. Yes. Hij past erin. En de deur is open. Ah, is dat een blauw tablet? Wat is er? Ja, dat is een blauw tablet. En ik kan die... Ik kan die tabletten wel maken, hè. Kianiet en zo'n kubus. En die oranje. Huh? Wat was dat? Was dat de zeekeizer? De Sea Emperor? Oké, hier hadden we nog zo'n. Is dat een blauwe tablet of is dat nog een paarse? Nee, de blauwe heb ik nog. Oké, we zijn hier. Echt wat. Gun me alsjeblieft die iron energiecel, want daar doe ik het wel allemaal voor. Doe dat damage. Wat hebben we nu ontvangen? Hebben we nog iets. Ja! De Iron Power! We hebben hem! Ja, hier is hij! We hebben hem! En hij is niet moeilijk te maken. Hij is niet moeilijk te maken, goud en zilver uit. En zo'n kubus. Ah nee, wacht. Het is een deze dat we nodig hebben. Ja, dat is ook niet moeilijk. Ik moet dat dus... ik ga een deel dus vier keer moeten maken. Want ik moet die dubbel maken. En dat is dus de video van de Sea Emperor. Dat is een monster die niet gevaarlijk schijnt te zijn. Ah, hij is helemaal weg nu. En hoeveel heb ik er? Ah nee, wacht. Oh, ik heb er meer dan genoeg. Oké, Droes. Oké, dan gaan we terug naar de portal, terug naar huis. En dan gaan we die batterij maken, die... Oké, de batterij, mensen, is er. Ik
Oké, nu moeten we nog even dubbele siliconenrubber gaan maken. Deze. Dubbele siliconenrubber alsnog. Dus dan gaan we even naar dat zeewier. Dat is niet moeilijk te vinden. En dan kunnen we het tweede deel maken van de raket. En dan ja, zeggen we vaarwel. Nee, ciao zeggen we dan. Allee, ik toch. Wacht, dit is toch wat ik nodig had, hè? Ja, twee keer dat, hè. Oké, direct terug. Het einde is in zicht, mensen. Het is wel zeker, er komt nog één video en dan is het gedaan. Dus, wat we nog moeten doen is de ziekenhuizen ontmoeten die ons dan een vaccin geeft. En dan kunnen we uiteindelijk ontsnappen. Oké, siliconenrubber. Die staat hier. Twee keren maken. Voilà. En dan kunnen we zo'n energiecel maken. Ook dat een beetje vetje. Oh, ik moet er nog. Ah ja, ik moet er nog twee maken hier zo. Zo. En dan hebben we ook onze tweede energiecel. We maken het tweede deel, man. Is er nog vier keer het titanium hier? Is dat eten? Ah, is dat eten hoor. Ja, dat is titanium. Oké, nu kunnen we van die titanium staaf maken. Daar had titanium voor alleen. Ja, titanium. Dat doen. Oké, even twee. Ja, heb ik weer dust, ja. Dan pakken we weer twee. Ah, hier ligt er nog een in. Vergeet niet, voor van de aarde gaan een beetje diamanten en goud mee te nemen, dan word je rijk. Wacht hè. Kijk ik er nu even. Ah, hier ligt nog een lithium. Jongen, waarom kijk ik erover? Oké, dan kunnen we dit maken. Blond jong. Brunet. Ja, en dan gaan we nog vier kyanieten halen uit het exopak en dan is deel 2 een feit. En mensen, het is zover. Yeah, boy. We gaan raket nummer 2 maken. Allee, deel 2. Deel 2. En zoals je ziet, alles staat in het groen. Dus ja, yeah, ik kan die raket nog kleur geven achteraf. En een naam. Ga je dat doen? Hè? Ja, ik kan dat doen. En de naam wordt in ieder geval niet Jonas. Nee, wat dan? Nou, iets van YouTube. YouTuber. Jongen, zo noemt u iemand al, jong. Zo noemt men Cyclops, maar ik heb ik. Ja. Ik ga alles hier verlaten, dus ja. Deel 2 van de raket is klaar, mensen. Oké, nu gaan we even zien wat we nodig hebben voor deel 3. Het zal wel te veel zijn. Ja, jongen, dat is eigenlijk nog simpel te maken. Nou, eerst nog niet, jongen. Wat is dat nu weer? Cyclops schildgenerator. Die heb ik in mijn Cyclops steken. Dus kan ik dat. Zullen we dat ook nog vandaag maken? Weet je wat, mensen? We kunnen dat vandaag ook nog maken, hè. Ja, ben benieuwd. Alhoewel. Nee, ik heb nog lithium over. Cyclops Shield Generator kan ik uit Cyclops pakken. Ik heb die daar ingestoken als upgrade. Adamantineglas. Oké, we gaan er direct in vliegen, mensen. Ja, ik ben benieuwd. En ga ik nog wat drinken, want hij gaat dood. En daarna, als mijn raket klaar is, moet ik dus de zeekeizer ontmoeten die mij een vaccin geeft. Ja, en eerst en vooral moet je die naam veranderen naar Hilfje. Ik noem niks Jilf. Die raket. En die Sea Emperor, dat ziet er een gevaarlijk beest uit, zoals een Reaper, een zeedraak, maar dat kan praten, dat heeft zo'n buitenaardse stem en dat is niet gevaarlijk. Ik heb het eens opgezocht en dat is gewoon passive. Dat is wel wat? Passive. Ja, passive betekent dat dat niet agressief is. Oké, mensen, computerchip.
Tijd voor de raket af te maken. Ja, verdoem me, mijn zeegluider doet het niet. Oké, mensen. Bereid u voor aanschouw. De raket. Wat is dat naam? Geef die naam, jong. Ja, nu noemt hij Neptune. Oké, nu kunnen we van... Nu zullen we van kleur veranderen en van naam. Je kunt die misschien de aarde noemen, maar we gaan naar de aarde gaan. De aarde. Of een attractienaam. Ja, één die... De Vampire. Vampire. De raket is klaar. Nu zullen we van kleur veranderen. Welke kleur zullen we geven? Ja. Het is terug dag aan het worden, dat is goed nieuws. Hier kunnen we de mooie raket bezien. Dat doet me echt denken aan Nederland. Oei, wat bedoel je? De kleur. Oké, dan zijn we eindelijk aan het einde gekomen, man, van deze video, hè? Nog niet van de game. Ziet er mooi uit, jong. Ja, zie mensen, dit is dus de raket. We hebben hem in de voorlaatste video al klaargemaakt, maar nu moet ik mijn eigen dus nog genezen. Ah, hier is de cockpit. Ja, zie, kijk, ik kan mijn eigen nog niet neerzetten. Maar mensen, dit was de video. Dus like en abonneer. En ciao!